Kijk, de identificatie is waarmee we opgroeien. Dus kinderen moeten ook een ego aanleren. Er zijn zeldzame gevallen bekend van kinderen die geen ego aanleerden omdat ze niet met hun gecommuniceerd werd. De kinderen die door dieren zijn opgevoed, bijvoorbeeld, ja, die ontwikkelen geen menselijk bewustzijn. Dus we moeten eerst inderdaad via onze ouders, op het moment dat het vermogen om taal te ontwikkelen ontstaat, moet die taal ook ontwikkeld worden. Als dat niet gebeurt, dan blijven we dus op een soort dierlijk niveau functioneren. Dus Podcast of Hope, moving towards happiness. Nou, leuk dat we hier langs mochten komen. Ja, ja. Ja. Fijn dat jullie naar hier gekomen zijn. Ja, precies. Ja, nou, we gaan met u een gesprek over geluk. Maar is geluk een onderwerp wat u veel bezighoudt in het dagelijks leven? Ik denk, nee, niet zo. Maar dat heeft te maken misschien met het feit dat ik redelijk gelukkig ben. Ja. Dus ja. Waarom zou je dan bezighouden met geluk? Dat is meer iets van als het ontbreekt in je leven. Ja, dat precies. Dat je het dan gaat bedenken van hoe vind ik geluk of zoiets. Ja, dus het is niet zo dat u gelukkig bent omdat u ermee bezig bent. Nee, geloof precies niet, het tegenovergestelde eigenlijk. Ja, nou ja, nee. Op zich natuurlijk, als je spiritueel beoefent, dan zit daar ook wel een soort ding in van een soort efficiëntere manier ontwikkelen om je goed te voelen, om gelukkig te zijn. Ja. Dus je zou kunnen zeggen dat we vanuit onze jeugd hebben we een soort strategie aangeleerd om gelukkig te worden die op veel fronten faalt, die zelfs averechts werkt. Dus de manier waarop we dan geluk nastreven verknalt het juist. En wat voor strategie bedoelt u hier dan mee? Dat is eigenlijk de strategie vanuit het aangeleerde zelfbeeld, vanuit het ego. Dus dat is, we zitten meteen in het spirituele jargon natuurlijk. Ja. Binnen de spiritualiteit gaan we ervan uit dat wie we denken dat we zijn niet is wie we werkelijk zijn. Wie we denken dat we zijn, denken, bestaat dus uit alle herinneringen aan ervaringen die je hebt meegemaakt in dit leven. En daar zitten ook allerlei opvattingen bij over hoe je moet leven en hoe je gelukkig moet zijn en hoe je van je lijden af moet komen. En een groot deel van die strategieën zijn averechts. Dus een prachtige spreuk uit het oude boeddhisme is dat mensen dus hun geluk behandelen alsof het hun ergste vijand was, namelijk om zeep helpen. Ja, en dat mensen eigenlijk nooit willen lijden, maar er tegelijkertijd zeg maar, met hun kop rechtop aflopen. Dus de strategie die we hebben, die op veel punten werkt die dus averechts. We hebben de neiging om, als we al gelukkig zijn, om dat te verknallen door het te willen vasthouden. Ja. En als we lijden, door dat te verlengen en erger te maken, door het ons tegen te verzetten en het te bestrijden. Ja. En dat is nou precies dat idee van, ik zie je ook meteen nadenken van, ja, maar dat is toch volstrekt normaal. Als je lijdt, dan moet je toch zorgen dat je er vanaf komt. Ja. Daar zit dus precies die contraproductieve reflex in ons aangeleerde zelfbeeld. Want je kunt lijden verdoven, je kunt het toedekken, je kunt het compenseren, maar in al die gevallen komt het ook telkens weer terug. Ja. Zoals een kwaal terugkomt als je hem niet geneest. En de kwaal is hier dus, dat aangeleerde zelfbeeld, althans niet dat zelfbeeld zelf, want dat kan je niet, dat moet je hebben, maar de identificatie ermee. Dus denken dat je dat werkelijk bent. Maar als ik niet ben wie ik denk dat ik ben, wie ben ik dan wel? Dat wat die gedachtes kan waarnemen. Oké. Ja, dus gedachtes en gevoelens zijn verschijnselen. Dat wat die verschijnselen waarneemt, wat in het boeddhisme gewaarzijn genoemd wordt en in Advaita wordt dat bewustzijn genoemd, dat is eigenlijk wie we werkelijk zijn. Maar dat bewustzijn kan zichzelf heel moeilijk herkennen, want het is niet iets. Het bewustzijn heeft een lichaam, maar is geen lichaam. Ja? En dus hebben we de neiging om ons met dit lichaam te identificeren en met het hele levensverhaal. Alles wat je hebt meegemaakt, dat vormt onze soort van psychologische huishouding. Daar zitten al die structuren in, al die patronen die we hebben geleerd om gelukkig te zijn. En dat is voor
een menselijk ego is dat meestal, je wil erbij horen, je wil niet afgewezen worden, je wil niet door de mand vallen, je wil succesvol zijn, je wil liefde en erkenning krijgen van anderen. En als dat af en toe ontbreekt, dan komt daarvoor in de plaats van binnenuit een naar gevoel. Een gevoel van misluktheid en van zelfafwijzing. En dat systeem, dat wordt vaak niet herkend. Dus die momenten dat we dan in ons leven, zeg maar, eventjes er niet in slagen om al dat liefde en erkenning van buiten af te krijgen, en we dus ons mislukt voelen of falen of wat dan ook, hebben we een enorm sterke neiging om iets te gaan doen om daarvan af te komen. En dat houdt de vicieuze cirkel in stand. Het lijkt een beetje op een verslaving ook. Als een verslavend middel uitgewerkt is, ga je je heel naar voelen. Maar je krijgt tegelijkertijd een enorm dwangmatige behoefte om dat middel weer meteen in te zetten om je weer goed te voelen. Mm-hmm. Nu, het middel van ons aangeleerde zelfbeeld, waar we aan verslaafd zijn, is liefde en erkenning van buitenaf. En zodra dat even ontbreekt, komt van binnenuit angst en behoeftigheid. En je hoeft een willekeurig mens maar een dag lang in een ruimte te zetten zonder radiotelefoon, zonder andere mensen, zonder bezigheid. Gaat hij zich binnen een uur gaat hij zich al naarvoelen. Mm-hmm. Ja, de Franse, misschien wel eerder, ja. De Franse filosoof Pascal schijnt ooit gezegd te hebben dat alle ellende in de wereld voortvloeit uit het feit dat een mens niet een uur lang alleen in een kamer kan zitten. En in zijn tijd was dat dus inderdaad zonder telefoon en tv en radio en wat dan ook. Ja, dus ze noemen mensen ook wel sociale wezens, en dat is op zich ook niks verkeerds aan. Alleen die volledige identificatie met die behoefte om telkens weer opnieuw van buitenaf aardig gevonden te worden, en als dat te lang ontbreekt, van binnenuit als waar je heel naar te gaan voelen, dat is dat systeem, dat ecosysteem. En de volledige identificatie met dat systeem is dus de oorzaak van al het lijden. Ja, want komt dat identificeren met je zelfbeeld ook voor uit soort van die dwang om sociaal, die liefde te krijgen van anderen? Omdat dat is hoe zij jou identificeren? Ja, kijk, de identificatie is waarmee we opgroeien. Dus kinderen moeten ook een ego aanleren. Er zijn zeldzame gevallen bekend van kinderen die geen ego aanleerden omdat ze niet met hun gecommuniceerd werd. Ja. Kinderen die door dieren zijn opgevoed bijvoorbeeld. Mm-hmm. Ja, die ontwikkelen geen menselijk bewustzijn. Dus we moeten eerst inderdaad via onze ouders, op het moment dat het vermogen om taal te ontwikkelen ontstaat, moet die taal ook ontwikkeld worden. Als dat niet gebeurt, dan blijven we dus op een soort dierlijk niveau functioneren. Dus die taal moet ontwikkeld worden. Kinderen worden dus zeg maar ingeleid in het hele systeem van onze cultuur, taal, allerlei manieren ook om erbij te horen, hè, om in te passen. En dat moet dus gebeuren. Dat is dus niet verkeerd. Het is niet een fout dat het ego zich ontwikkelt. Dat hoort erbij. Het is evolutionair, is het een vooruitgang ten opzichte van al die levende wezens die geen ego ontwikkelen. Ja. Dat zijn dieren. Ja. Dus een menselijk ego is een vooruitgang. Alleen je kan het niet aanleren zonder er ook in eerste instantie tegelijkertijd mee versmolten te zijn. Dus een hele tijd lang weten we niet eens dat we een zelfbeeld aanleren. We denken dat dat dus is wie je werkelijk bent. Ja. En dat is zelfs niet eens juist. Het is niet eens dat je denkt, ik ben mijn ego. Je bent je ego, zonder dat je zeg maar die reflectie hebt in het begin op je eigen ego. En dat ontstaat dus meestal pas in het volwassen leven, onder invloed van het niet functioneren van dat ego. Dus op het moment dat het ego in de volwassen toestand telkens weer bepaalde ellende creëert, kan het zich bewust worden van zichzelf. Dat heet dan eigenlijk het begin van een soort psychologische reflectie. Stel dat je telkens relaties aangaat met iemand en na een tijdje blijkt dat het dan toch niet de geschikte persoon voor je is. En dan met heel veel ellende stop je er weer mee. En dan de eerste keer denk je nog van jeetje, dat was pech. Maar als dat tweede keer of derde keer gebeurt en het loopt iedere keer fout, dan komt er ergens een soort besef van, zou er misschien iets ook aan mij, waarom val ik op deze types en niet op andere types die wel goed voor me zouden zijn of zo. En dan ontstaat er een begin van een soort naar jezelf kijken. Dat is in eerste instantie dus een soort psychologische reflectie. Ja. En dan kun je dus inderdaad ook dat ego als volwassene kun je gaan heropvoeden.
Dat heet dan persoonlijkheidsontwikkeling. Ja. Ja? Dus dat is in feite, het ego helpt zichzelf om beter te gaan functioneren in de wereld. Ja, dus bijvoorbeeld in mijn geval, ik heb een nice guy patroon. Dat betekent een soort angst voor conflicten. Mm-hmm. En dan ontwikkel je als het ware een soort conflictvermijdingsgedrag. Waardoor je liever mensen pleased en meepraat met ze, dan dat je ze heel erg, zeg maar, tegen ze ingaat. Ah, ja. En dat doe je om te voorkomen dat je jezelf de zwakste voelt in een conflict. Dat is wat ik als kind geleerd heb. Ik ben een nakomertje in een gezin met allemaal grote kinderen. Ik was het enige kleine jongetje in huis. De rest waren allemaal grotere kinderen. Dus ik was ook de zwakste in huis. Ik kreeg op mijn donder altijd als ik kwaad werd op ze. Dus ik leerde al snel kwaad worden. Dat levert een hoop ellende op. Je moet lief zijn en je moet conflicten vermijden. En afijn, dus dat heb ik zo'n beetje mijn halve leven volgehouden. En totdat je dan ineens doorkrijgt van dit werkt niet. Ja, door het conflict vermijden word je niet de hele tijd geconfronteerd met het feit dat je de zwakste bent, als het ware. Zelfs is het nog bizarder. Je bent bang voor het gevoel dat je de zwakste bent. En dus ga je conflicten uit de weg om dat gevoel maar niet tegen te komen. Ja, ja. Maar dus hou je de overtuiging in stand dat je de zwakste bent. Ja. Want je durft niet voor jezelf op te komen. Ja, dus hier zie je ook dat ego's contraproductieve reflex. Telkens, we leren allemaal in onze jeugd bepaalde overlevingsstrategieën. Om in, zeg maar, de typische, zeg maar, pijnlijke situaties voor kinderen, om die op een of andere manier mee te dealen. Ja. En dat is een heel gezond mechanisme in kinderen. Als je ziet dat kinderen soms de grootste ellende op een of andere manier kunnen meedealen. Ja, oorlogskinderen bijvoorbeeld, die dan toch nog in de meest nare situaties toch ineens even lekker aan het spelen zijn, even alles vergeten en zo. Ja, dat is een prachtige strategie. Alleen, het houdt zichzelf in stand. Als je eenmaal volwassen bent, ja, dan houdt zo'n strategie zichzelf in stand op straffen van een soort angst. Dat je, in mijn geval dus angst, dat ik dat pijnlijke gevoel van de zwakste weer ga tegenkomen. Maar juist dat houdt het in stand. Ja. Dus je kan dat via training en zo en therapie kan je daaraan werken. Ik heb op een gegeven moment ben ik een opleiding gaan doen om met groepen mensen te werken. Dan, dat werd meteen dat aan de kaak gesteld van, nou, dat als je met groepen werkt moet je dingen durven zeggen die mensen niet leuk vinden. Ja. Ja, dus dat was fijn, mooie trainingen ook. Gewoon lekker hard werken aan assertiviteit en zo. En, dus ik heb daar best wel wat aan gehad. Dat was nog voor mijn spirituele, zeg maar, periode. Ja, dus confrontatie met je angst is eigenlijk de oplossing daarvoor. Ja, doen waar je bang voor bent. Ja, het ego heeft bepaalde angsten en de neiging om die dus uit de weg te gaan. En dat houdt dan een probleem in stand wat eigenlijk lijden veroorzaakt. Dus dan kun je al op psychologisch niveau enigszins bijdragen aan meer geluk en minder ellende in je leven. Door die overlevingsstrategie als het ware op een psychologische, therapeutische manier aan te pakken. En dan komt, zeg maar, spiritualiteit gaat naar een nog, zeg maar, dieper niveau en zegt, ja, maar dat is op zich natuurlijk prima om dat ego te helpen beter te functioneren. Alleen dat helpt alleen maar voor dat soort in je jeugd aangeleerde, zeg maar, averechtse overlevingsstrategieën. En het werkt bijvoorbeeld niet voor de gebruikelijke ellende, zoals die daar zijn, relatiecrisissen, eenzaamheidscrisissen, depressie, verslaving. En ouderdom en naderende dood, om maar een paar leuke dingen te noemen die we allemaal nog mee gaan maken. Ja. Daar helpt dat, zeg maar, ego-training niet voor. En dat is eigenlijk een dimensie van spiritualiteit. Je leert dan zien dat jij je ego niet bent. Dat je ego weliswaar een hele belangrijke functie vervult in jouw, zeg maar, in jouw omgang met de wereld. Dat gaat nog altijd via het ego. Zowel in de expressie, waar ben je goed in, wat kan je makkelijk delen, waar zijn je blokkades, maar ook in de perceptie, dat van wat vind je mooi, wat vind je lekker, op welke types val je, op welke types niet. Dat blijft je ego. Je ego blijft pasta lekkerder vinden dan spruitjes. Ja, ja, ook als je spiritueel ontwikkeld bent. Dus dat is dus ook oké, maar je gaat steeds meer zien dat jij dat ego niet bent. Dat het veel meer een soort rol is die je speelt in de wereld. Dat is een beeldspraak die veel gebruikt wordt. Of het wordt meer alsof het een film is waar je de hoofdrol in speelt. Maar jij bent eigenlijk ook degene die, zeg maar, de toeschouwer is die dat allemaal bekijkt. Dus dat zijn soort beeldspraakjes om aan te geven in welke dimensie dan die spirituele visie zich bevindt. Is
spiritualiteit misschien ook niet een strategie die het ego opgooit om zichzelf niet te confronteren met dingen als fysieke dood, et cetera? Ja, dat is mooi. Leuk dat je dit aansnijdt, want elke spirituele visie heeft ook een soort ego-variant. Dus eigenlijk het ego annexeert dan inderdaad de spirituele visie om bepaalde ellende juist uit de weg te gaan. Ja. En een van die dingen is met name ook dat de hele idee van reïncarnatie. Het ego wil niet dood, dat is duidelijk. Het ego heeft dan bedenkt verhalen over waarin het zich wat minder bang voor die dood hoeft te zijn. Ja. Ja? En een van die verhalen is dan reïncarnatie. Ja. Het onderscheid maken tussen zeg maar ego's spiritualiteit en de spirituele spiritualiteit zit hem in de mate waarin je je best doet om de theorie te weerleggen. Dus laat ik dat even uitleggen. Net als in de wetenschap er altijd eerst een theorie is over de werkelijkheid en vervolgens gaan wetenschappers die theorie testen. Ja. Ja, met proefopstellingen. Ja. En een goede wetenschapper probeert dan niet de theorie te bewijzen. Hij probeert hem te weerleggen. Want zolang je een theorie alleen maar probeert te bevestigen, mis je waarschijnlijk de weerleggingen van de theorie. Dus je hoeft maar één weerlegging te vinden. En dan is de theorie zeg maar gefalsificeerd. En hoe langer het je niet lukt om een weerlegging te vinden, hoe meer de theorie een status krijgt van, hij klopt, dit is een stukje werkelijkheid geworden. Ja. Nu, hetzelfde gebeurt ook in de echte spiritualiteit. De Boeddha bijvoorbeeld heeft een bepaalde hypothese, een bepaalde theorie geformuleerd over wie wij werkelijk zijn en wat wij dus zeg maar en welk schijn zelf hebben ontwikkeld. En hij zei erbij, je moet dit niet geloven. Je moet dit onderzoeken. En je moet dit onderzoeken in zijn tijd. Want hij gaf het voorbeeld, je moet dit onderzoeken zoals een goudhandelaar het goud onderzoekt. Wat hij aangeboden krijgt om te wisselen in geld. Hij ging ervan uit dat hij belazerd werd. En hij kraste erop en beet erin en had trucjes om te kijken of het goud wel echt goud was. Dus hij probeert te bewijzen dat het goud dat hij belazerd wordt. Dat is het kenmerk van echte spiritualiteit. Natuurlijk, ook de echte spiritualiteit vertelt een verhaal, maar zegt erbij, dit verhaal moet je niet geloven. Ja. Dit verhaal is een hypothese, je moet het onderzoeken. En in het onderzoek moet je in feite proberen om te bewijzen dat het niet klopt. Als de Boeddha zegt, je bent niet je ego, probeer dan maar eens te vinden dat je wel je ego bent. Ja. En dan, als je dat onderzoek dan doet, en dan telkens kom je er steeds meer achter van, nee, alles wat ik vind is een verschijnsel. Alles wat ik, als ik werkelijk op zoek ga naar wie ben ik werkelijk, dan vind ik telkens de dingen waarvan ik daarvoor dacht dat ik dat ben. En dan kan ik zien, ja, maar wacht even, die gedachte is op zichzelf al een verschijnsel. Ja. Ja, en dus wat of wie is datgene wat die gedachte waarneemt? En hetzelfde geldt voor je lijf. Je kan zeggen, oké, het voelt heel erg, ik ben dit lichaam, maar tegelijkertijd, er is iets wat dat waarneemt. Ja. Dat gevoel, ja, dat ik-gevoel wat hier op deze stoel zit, is een ervaring. Wie of wat ervaart dat? En dat is dus een heel onderzoekstraject, wat helemaal duidelijk omschreven is ook van welke stappen daarin gedaan worden. In het proberen te weerleggen van de theorie. En dan geleidelijk aan kom je daardoor uit de theorie in de realisatie van de werkelijkheid. Ja. En in die mooie spirituele verhalende theorieën, daar zit dat niet in. Als je tegenwoordige verhalen gaat over dat we op weg zijn naar een vijfde dimensie en over Gaia of weet ik veel wat allemaal. Prachtige mooie verhalen, terug naar de natuur, één met de natuur. Mooie dingen allemaal, maar er zit nergens een stem bij die zegt, dit moet je niet geloven hoor. Dit moet je uitzoeken, dit moet je onderzoeken. Ja. Nee, dit moet je wel geloven. En hè, in die opvattingen en veel van die eigentijdse spiritualiteit tegenwoordig bestaat dus uit dit soort verhalende spiritualiteit. Ja. Die geen enkele zeg maar verwijzing heeft naar zijn eigen onderzoeksmethode. Hoe kun je onderzoeken of dit wel waar is of niet?
Ja, dat, precies. Dat zit daar niet in. Ja, en bijvoorbeeld in dat boeddhisme en de, vooral die tak waar ik dan zeg maar door geïnspireerd raak, wat ze Dzogchen noemen, hè, Tibetaans boeddhisme. Dat zegt van zichzelf, dit is een verhaal hoor, dit moet je niet geloven. Dit moet je onderzoeken en de technieken zitten er, worden erbij geleverd. Hoe kan je dit onderzoeken? Dit zijn de technieken en ga je gang. Ja, en een verhaal is misschien alleen maar een representatie van een fenomeen dat zich misschien helemaal niet goed ontleent aan woorden. Ja, 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 dat is natuurlijk het mooie. De hele taal is een onderdeel van die waar je mee geïdentificeerd bent, ja, met het ego. Want ja, we hebben het aangeleerd via taal ook. Het is via taal dat je leert dat ik Jantje heet en hoe mensen heten en hun eigen zelfbeeld. Het gaat allemaal via taal, via herinneringen. En nogal logisch dat we volledig vergroeid zijn met dat denken. En dat het dus wel enige training vergt om weer zeg maar, te ontdekken dat er ook nog iets is wat dat denken waarneemt. Dat het denken verschijnselen zijn die komen en gaan, gedachten komen en gaan. Ja. En dat er iets is wat zeg maar, continu dat ervaart, maar zelf niet een gedachte is, zelf niet een verschijnsel is. En daardoor dus ook heel makkelijk over het hoofd gezien wordt. En dat wat dus alles waarneemt en zelf niet waarneembaar is, dat identificeert zich dan met wat ze vroeger wel noemden het instrument van ervaren. Het lichaam. Ja? Het lichaam levert de zintuigen. Dat je, het lichaam is als het ware het instrument waarmee wij een wereld ervaren. Ja. Maar het lichaam is zelf tegelijkertijd ook een ervaring. En dat is een misvatting. Vaak denken mensen, hier zit de waarnemer van de wereld en daar zit de wereld die waargenomen wordt. Mm-hmm. Maar nee, het lichaam is een onderdeel van die wereld die waargenomen wordt. Ja? Ik bedoel, de waarnemer is niet iets wat buiten de wereld staat. Die staat er middenin. En dus is het lichaam, wat dat staat in de wereld, is het instrument van ervaren. Maar wie gebruikt dat instrument? Wie ervaart? Niet het lichaam. Het is niet het lichaam wat zichzelf ervaart. Het zijn niet je ogen die zichzelf zien. Nee, dat is het bewustzijn. Bewustzijn ervaart een lichaam. Bewustzijn ervaart een levensverhaal. En omdat bewustzijn zichzelf zo moeilijk kan herkennen, identificeert het zich dus met het instrument van ervaren. Is een verschijnsel wat je ook in de, op andere gebieden ziet. Bijvoorbeeld, Jullie zijn allemaal met een auto gekomen. Als je in een auto rijdt, de chauffeur dan in ieder geval. Mm-hmm. Die zit echt niet de hele tijd te denken, ik ben de chauffeur van dit voertuig. En daar is een bocht naar rechts. En dan moet ik op tijd wel mijn handen zo doen om dat stuur naar die kant. Nee, je bent op dat moment zeg maar geïdentificeerd met je voertuig. Ja, de chauffeur kan ondertussen de ingewikkeldste gesprekken voeren en toch blijven sturen. Dus op dat moment is die eventjes geïdentificeerd met het voertuig. Alleen die identificatie is niet zo volledig, omdat je ook af en toe uitstapt en dan ben je er weer uit. Ja? Terwijl je lichaam, daar stap je pas uit als je doodgaat. Ja, ja. En dus dat identificatie met, je ziet het trouwens ook soms in de taal. Mannen wat meer dan vrouwen hebben de neiging om zich te identificeren met hun auto. En dan zeggen ze, mijn uitlaat is lek. Bijvoorbeeld, ja, terwijl dus de uitlaat van de auto lek is. Ja, ja. Ja, dus daar zit heel subtiel zitten daar. En als er iemand een deuk in rijdt, dan doet dat vaak ook emotioneel pijn. Mm. Terwijl natuurlijk niet een deuk in jou is, maar in je auto. Maar de auto was al een onderdeel geworden van je zelfbeeld. Ja, dus dan heb je eigenlijk 2 dagen van verkeerde identificatie. Ja. Dus je identificeert je met je ego en je ego identificeert zich weer met je auto. Juist, ja. Ja. Ja, dus dan zit je er heel ver vanaf. Ja, eigenlijk. Dan ben je ver van huis, ja. Ja, precies. Ja. Ja. Maar wat u net omschreef, dat je in die auto rijdt en dat je in zo'n staat bent dat je je niet identificeert met de auto. Is dat een soort van analoog voor je niet identificeren met je ego? Ja, maar tegelijkertijd natuurlijk, in dat autorijden, daar schuilt geen enkele kwaad in. Dat je gewoon helemaal op automatische piloot auto rijdt. Dus het is niet zo er schuilt geen kwaad in dat als je gewoon zeg maar boodschappen aan het doen bent en aan het fietsen bent en wat dan ook, dat je dan niet de hele tijd soort beseft van, ja, maar ik ben de bestuurder, ik ben niet het lichaam, ik ben niet degene die hier zin heeft in pasta en geen zin heeft in spruitjes. Dat hoef je niet de hele tijd te denken. Ja. Het probleem ontstaat pas als er lijden voorkomt in je leven. Dus zodra er geleden wordt, als het ware, kun je weten dat je geïdentificeerd bent met je ego. Want het ego is het enige dat lijden kan ervaren. Ja, precies, ja.
Ja, het ego is degene die zich, zeg maar, de identificatie met het ego zorgt voor het lijden. Ja, en, ja, dus bijvoorbeeld, het ego kan, en dat is gewoon onderdeel van het bestaan. Het ego kan af en toe pijn voelen. Bijvoorbeeld als je met een hamer op je eigen duim slaat, dan doet dat pijn. Tegelijkertijd, doordat we ons identificeren met ons lichaam en vaak ook nog met misschien wel een soort van zelfbeeld van ik ben toch zo'n handige klusser. Wat lul die je bent, verdomme nog aan toe, kijk dan beter uit, weet je wel, fuck. Ja, als je op je eigen duim slaat, ja. Dat, hè? Dus er is een soort verzet. Je wil het niet voelen. Het niet willen voelen van wat je op dat moment voelt. Het niet willen ervaren van wat je op dat moment ervaart. Dat is de definitie van lijden. Lijden is dus iets ervaren en het tegelijkertijd niet willen ervaren. Ja, ik herken me daar ook weer met bijvoorbeeld iets als angst. Ik ben vaak, bijvoorbeeld zei voor ik ben bang voor mijn verstandskies die wordt getrokken. En dan is het eigenlijk het ergste is zijn die weken daarvoor. Ja. Dat ik de hele tijd bang ben voor dat moment dat het gaat gebeuren. Ja, en dat is een soort, die angst, maar dat is tegelijkertijd het niet willen voelen van die angst. Ja, precies. Ja, een soort schrap zetten. Ja, want er is niet een reëel iets. Ja, en dat schrap zetten is vaak inderdaad ook lichamelijk, maar het is ook een verkramping van dat, zeg maar, dat waarnemende bewustzijn, wat van zichzelf, zeg maar, een soort onmetelijk ruim iets is. Maar op het moment dat het zich identificeert met zo'n gevoel, ontstaat die verkramping en een soort, ik wil dit niet. Ja. Ik wil dit niet. En dat is wat lijden is. Dus lijden, en de Boeddha heeft dat woord heel veel gebruikt, en hij noemde dat dukkha in het Sanskriet. Ik ken verder geen Sanskriet hoor, maar dit is heel illustratief. Dat betekent letterlijk geen ruimte. Er is geen ruimte voor die ervaring. Je wil hem niet. Ja. Ja. En dat is eigenlijk precies ook wat mensen die al een beetje op dit vlak geoefend hebben, en die zeggen, ja, maar op het moment dat je dan wat milder kunt zijn, een beetje meer soort van, oké, dan heb je maar op je duim geslagen, is niks. Dat betekent niet dat je een sukkel bent of iets dergelijks. Het doet gewoon pijn. Ja. Het mag pijn doen. Dat. En dat is dan maar een kleinigheidje hier, maar het wordt pas echt een probleem als er bijvoorbeeld, als er iemand wegvalt in je leven waar je van houdt, in een relatiecrisis of wat dan ook, of je hebt een fijne baan en ineens ben je hem kwijt en zit je thuis werkloos te zijn of zo. Dat zijn de momenten waarop het lijden zich het meest aandient vanuit dat ik wil dit niet, ik wil dit niet ervaren. Ja. En dan gaat de denkende geest ook vaak in overdrive met allerlei verhalen van waarom gebeurt dit nu? Hoe kan het gebeurd zijn? Dit is heel oneerlijk. Dit mag niet gebeuren. Dat is heel oneerlijk. En allemaal dingen bedenken als dat nou iets anders was gelopen, dan was dit waarschijnlijk niet gebeurd. En zo, je bent de hele tijd in verzet tegen wat op dat moment dus gewoon gebeurt. En verzet is dus, verzet is wat je doet en hoe je het noemt is identificatie. Dus zodra je een gevoel niet wil voelen, ben je dat gevoel. Heb je het niet meer, maar ben je het. Ja, ik geef vaak het voorbeeld van, oké, je hebt een rotdag gehad op je werk. Je zit 's avonds alleen thuis. Je had nog een afspraak, maar die ging op het laatste moment ook niet door. En op een lullige manier ben je gedumpt. En dan zit je daar thuis in je eentje. En dan voel je je waarschijnlijk eenzaam en mislukt en waardeloos. De meeste mensen hebben dan niet een heel helder, vriendelijk besef van, oh, wat heb ik vanavond toch een sterk gevoel van eenzaamheid. Nee, dan ben je eenzaam. Ja. Dan ben je het. En waarom ben je het? Omdat alles in jou zich verzet tegen dat gevoel. Dus op het moment dat je, en daar moet je dus best wel wat voor trainen, want het is nogal een ingesleten reflex van als je je naar voelt, moet je iets doen om er vanaf te komen. Nee, als je kunt met oefenen, kun je zeggen, oh, dit is een heel sterk naar gevoel. Maar ik ben dat gevoel niet. Ik ben dat wat dat gevoel ervaart. Mm-hmm. Met de neiging om het niet te willen ervaren. Maar als ik daar nou eens mee ophou. Als ik dat nou eens afleer. Maar dat is vergt nogal wat oefening. Ja. Om op het moment dat het nog lijkt alsof de shit echt bestaat. Echt eenzaam bent. Je bent echt mislukt en een sukkel. En om dan te zeggen, oké, laat me dit dan maar voelen. Toelaten. Vriendelijk naar kijken, liefdevol omhelzen, herkennen. Er zijn tig trucs om die denkende geest een beetje te helpen om uit zijn eigen denkverkramping te stappen. In een soort van,
laat dan maar even ook. Ja? Geef niks, mag best. Laat maar even is een van mijn mantra's. Ja? En de kortste versie is dat je het mag. Een soort van, eindelijk mag ik ophouden met alsmaar mijn best te doen om van dit lijden af te komen. Laat het er maar zijn. En dan, als het dan lang genoeg geoefend is, dan verdomd. Inderdaad, dan zei je, de Boeddha had toch gelijk. Ja, het lost inderdaad op dan. Het was altijd al niet het gevoel, maar het verzet tegen het gevoel. Wat het lijden creëerde. Zodra het verzet opgegeven wordt, is het gevoel een beweging van energie. Ja, het woord emotie betekent eigenlijk dat, beweging. Ja, er is een beweging in bewustzijn, ja, de bewegingen. Het is ook heel grappig in het hele proces van dat je dat ontwikkelt, ga je bijvoorbeeld zien dat eenzaamheid, jaloezie, mislukthuid, frustratie, allemaal etiketten zijn die op het moment dat je ze loslaat, je kunt het denken loslaten en contact maken met wat hier gebeurt, het een en hetzelfde gevoel is. Lijden is dus eigenlijk een soort stress. Een soort stress die vervolgens door het denken het etiket krijgt, dit is jaloezie. Waarom heet dit jaloezie? Omdat mijn partner er vandoor is met een ander. Waarom heet het nu eenzaamheid? Omdat ik al een week lang niemand gezien heb. Waarom heet het nu frustratie? Omdat ik mijn best heb gedaan en het lukt alsmaar niet. Omdat, snap je? Ja. Dus dat is het denken. De identificatie met het denken, met het ego, creëert het verhaal wat als het ware van de beweging in je lijf een soort van ellendige ervaring maakt. Maar de beweging in je lijf zelf is een soort neutraal, soort van in eerste instantie nog een soort ongemak, een soort stress. En dat is dan de stadium daarna, dat je ook dat ongemak kunt, zeg maar, omhelzen met dat oordeelvrije gewaarzijn, dat verzetsloze gewaarzijn. En dan wordt ook de stress, zeg maar, opgelost. Ik kan me dat allemaal best wel goed voorstellen in het geval van gevoelens zoals emoties. Maar niet heel goed bij bijvoorbeeld fysieke pijn. Als je bijvoorbeeld je vinger hebt gesneden. Ja. Want het lijkt me niet dat dat te maken heeft met in hoeverre je met je ego identificeert. Nee, dat lijkt zo. Omdat we nooit geleerd hebben pijn te onderscheiden van lijden. Dus hier moet je dat onderscheid moet je leren maken. Dus pijn, zowel fysieke pijn als ook psychologische pijn. Hè? Want ook dat is een heel gezond, normaal verschijnsel. Ja. Je partner, je kinderen, je ouders, je familie, je vrienden, daar ontstaat een zekere hechting mee. En dat is heel gezond. Mensen die vanuit spiritualiteit denken dat dat fout is, dat je je niet moet hechten. Dat is zo'n geval van het ego heeft bindingsangst en gebruikt een spiritueel verhaal om zich dan maar niet te hoeven hechten. Ja. Maar hechting is heel gezond en dat betekent dus dat het ook pijn doet als iemand waar je aan gehecht bent uit je leven verdwijnt. Maar die pijn is nog niet het lijden. De pijn is een heel, zeg maar, een heel soort, bijna een soort fijn soort gevoel van verbinding met je voertuig. Met je lichaam. Met je zelfbeeld. Het lijden ontstaat door het niet willen voelen ervan. Maar de meeste mensen hebben bij fysieke pijn nog nooit ervaren dat twee verschillende dingen zijn. Dus je moet dat werkelijk in de loop dat je dit gaat beoefenen. En als je dan de gelegenheid hebt om een keer te oefenen met dus inderdaad fysieke pijn. Ik kan me herinneren de eerste keer dat ik een keer echt een vinger tussen een deur of zoiets. En dat kan ook zo'n gevoel hebben wat een hemel door je arm zo omhoog trekt. Zo'n heel pijnlijk gevoel. Ja. En dat ik dus dat terwijl ik dus al een aantal jaren bezig was met deze methode. Dat eindelijk voor het eerst soort van lukte om een soort totale ontspanning te bereiken in dat fysieke gevoel. Ja. En het is natuurlijk het helpt als je ook niet zorg hoeft te maken. Bij als je vinger tussen de deur hebt, dan hoef je niet bang te zijn dat het een hele nare kwaal is waar je misschien wel aan doodgaat. Ja, dus dat soort dingen helpen ook in het begin. En natuurlijk uiteindelijk is ook dat een kwestie van doodgaan is ook niet ultieme soort van narigheid. Doodgaan is ook een verschijnsel in datzelfde bewustzijn. Ja, dus dat is dan uiteindelijk de manier om ook je angst voor de dood te kunnen verminderen. Mm-hmm. Het ego blijft bang voor de dood, maar jij bent het ego niet. En dan kun je dus diezelfde angst die je hebt voor de tandarts, die kun je dan, terwijl die er is, kan je die voelen met een soort van, is oké, mag. Mag. En dan zal die angst zal altijd weer terug oplossen in de ruimte van waaruit je ernaar kijkt. Ja, want dat is ook een beetje hoe meditatie werkt, toch? Ja, dat hangt een beetje af van welke type meditatie. Maar je hebt heel veel
soorten meditaties en niet allemaal zijn ze spiritueel. Heel veel meditatie is eigenlijk een ego-meditatie om het ego te helpen wat te kalmeren, wat tot rust te komen. De kalmeringsmeditatie, als ik wat het meest gedaan wordt tegenwoordig, is de kalmeringsmeditatie. Zeker met die apps tegenwoordig van Headspace, met een koptelefoon op en een lieve zachte stem die jou de kalmering inbabbelt. En dan moet je betalen als je een paar keer hebt gemediteerd. dat soort dingen. Dat is meer dus gericht op ontspanning. Ik noem het ook wel eens wellnessmeditatie. In de sauna krijg je ook hetzelfde effect. Natuurlijk, je hebt ook kalmeringsmeditatie die wel ook een spiritueel doel dient, maar dan is het altijd verbonden ook met een soort zoektocht naar wie ben ik werkelijk, in plaats van dat aangeleerde zelfbeeld. Ja, dan is de kant een soort van een bijeffect van de meditatie, waar je naar streeft. Ja, precies. Nee. Ja, want ik merk wel vroeger, misschien doe ik dan ook een kalmte meditatie, dat weet ik niet. Maar ik wist wel dat ik vroeger mediteren heel moeilijk vond, omdat ik heel veel met die gedachten in mijn hoofd zat. En toen dacht ik, je moet die gedachten echt wegduwen en je moet ze niet hebben. Mm-hmm. En dan in een soort van stilte zitten, maar dat lukte nooit. En toen op een gegeven moment kwam ik erachter via een video of zo, dat je eigenlijk die gedachten er gewoon moet laten zijn, maar je er inderdaad niet mee moet identificeren. Ja. En ja, sindsdien gaat het best wel gaat goed. Beter, hè? Bestrijden van gedachten maakt het erger. Ja. Zoals bestrijden van emoties ze erger maakt ook. Ja. Ja, dus dit is hier, wat je bestrijdt, hou je in stand. Ja, maak je zelfs erger. Ja. Dus wat je liefdevol aanvaardt, dat lost op. Dat is de andere kant van dezelfde uitspraak. Wat je bestrijdt, hou je in stand en maak je erger. Wat je liefdevol ontvaardt, maak je minder erg en lost zelfs op. Ja, maar ik wilde sowieso nog wat vragen over de liefde. Want we hadden een paar weken, of best wel een tijd geleden, hadden we Willem Glaudemans in de studio. En hij heeft het ook over het ego. Mm-hmm. Ik vroeg me af of het ego waar u het over heeft een beetje hetzelfde ego is. Als ik geloof dat Willem Glaudemans is van de cursus en wonderen. Dus dat is echt een hele, zeg maar, een legitieme spirituele stroming. Hij gebruikt meer terminologie uit het christendom. Maar het is qua visie is het wel echt spiritualiteit. Ja. Dus ik neem aan dat, ik ken hem verder niet, maar ik neem aan dat ongeveer over hetzelfde ego gaat, ja. Ja, en die ego die staat soort van tussen jou en liefde, op een bepaalde manier. Ja, tussen jou en liefde suggereert nog alsof er een ik is, een ego en liefde. Maar er is alleen liefde en ego. Oh, zo, ja. Ja, en liefde is zichzelf verloren, kwijt, ja. Ja. Identificeert zich met het ego, gaat dan vanuit het ego weer driftig op zoek naar liefde, maar dan altijd de verkeerde kant op, altijd bij een ander. Ja, op zoek naar liefde. Ik mis zo de liefde, ik heb iemand nodig om weer liefde te voelen in mijn leven. Ja. Maar dat is omdat je als het ware die kant op kijkt, terwijl daar de liefde is. Ja. En dan heb je dus inderdaad, af en toe heb je dan een liefdesrelatie met iemand. En dat levert ook vaak een periode op waarin je inderdaad in contact komt met liefde. En alleen voor de meeste mensen lijkt het dan alsof het inderdaad die ander is die jou die liefde geeft. En dus ga je vreselijk je richten op die ander en ga je allerlei dingen bedenken om die ander niet kwijt te raken. Contracten eventueel afsluiten en zo. En tegelijkertijd zie je dus dat daar de liefde door verdwijnt. In het gunstigste geval wordt het een hele gezellige, zeg maar, symbiotische verstrengeling van twee ego's die het leuk hebben samen. Maar dat hele bruisende van die aanvankelijke liefde, dat is dan verdwenen. En vaak na een tijdje ontstaan er ook nog schuringen en dan wordt een van beide of allebei wordt ineens weer verliefd op een iemand die op dat moment dan weer nog een onafhankelijk van jouw persoon is. Ja, dus dat is een beetje de tragiek ook hier weer van het ego wil zo verschrikkelijk graag liefde en het vasthouden. En juist in dat streven van het willen vasthouden van liefde, maak je het om zeep. Maar dat klinkt wel eng eigenlijk. Als dat is eigenlijk hoe over het algemeen liefde wordt gezien. Want misschien is dat inderdaad zo. Als je zegt zo'n symbiotische relatie van ego's. Ja, twee ego's die zeg maar zich... En dat is op zich dus niet verkeerd. Ik zeg niet van iedereen die niet met spiritualiteit bezig is, die is stom bezig. Het is alleen een kwestie van, er zitten averechtse reflexen in. Ik bedoel, het feit dat iedereen gelukkig wil zijn, daar is niks mis mee. Het gaat om de manier waarop je het probeert te bereiken. Ja. En daar zit dus gewoon die contraproductieve reflex in. Je bent zo ontzettend blij met iemand. Dus vanuit het ego zou je zeggen, nou, dan is het toch ook maar logisch dat je afspraken gaat maken over elkaar nooit meer in de steek laten en eventueel dingen vastleggen ook dat nooit meer gaat gebeuren. Ja, want ik vind trouwen bijvoorbeeld ook niet. Dat is ook een soort van instrument van het ego. Ja, dat is natuurlijk. Dat ego wil zich veilig voelen. Ja, dus hier zien we weer wat ik in het begin benoemde van dat we
heel diep in ons een soort negatieve overtuiging hebben die toegedekt moet worden met liefde en erkenning van buitenaf. Mm-hmm. Ja, en als die liefde en erkenning te lang ontbreekt, dan gaan we onszelf naar voelen. In Nederland hebben we een uitdrukking, jezelf tegenkomen. Dat is een hele illustratieve uitdrukking, want dat betekent dus in onze taal, jezelf tegenkomen, iets heel naars. Mm-hmm. Ja? Terwijl je zou zeggen, waarom zou het niet leuk zijn om jezelf tegen te komen? Ja. Ja? Als je een leuk iemand zou zijn, waarom zou het dan niet leuk zijn om jezelf tegen te komen? Maar we hebben dus allemaal diep in ons zelfbeeld dat gevoel van, ten diepste ben ik niet goed zoals ik ben. En altijd moet ik aan het werk om goed te worden. En wie bepaalt of ik goed ben of niet? De ander, ja. De belangrijke ander. Die moet dat bepalen. Dus als iemand die jij heel leuk vindt, jou heel leuk vindt, dan ontleen je daar een tijd lang een soort eigenwaarde aan. Ja. Ja, dus dat is het. Dat is gewoon hoe het hele systeem werkt. Dus datzelfde ego wat iemand ontmoet die hem of haar even helemaal bevrijdt van dat nare gevoel. Oh, deze gaat altijd bij me blijven. Deze wil ik nooit meer kwijt. Ja, heerlijk gevoel. Prachtig, bruisende liefde. Zo. Maar dan begint dus meteen dat hele ecosysteem zijn activiteiten om te voorkomen dat je iemand weer kwijtraakt. En die zorgen er vaak voor dat je iemand weer kwijtraakt. Oh ja, dat geloof ik wel, ja. Ja? Maar is dit een beetje waar uw boek Verslaafd aan Liefde over gaat? Ja, dat boek gaat vooral daarover. Hoe de identificatie met dat aangeleerde zelfbeeld ervoor zorgt dat relaties eigenlijk altijd in die soort van beknelling terechtkomen. En het kan een beknelling zijn waar de beide partners niet bewust van zijn, omdat ze vergroeien met elkaar op een prettige manier. Maar heel vaak, en dat in toenemende mate kan je ook wel stellen, zie je toch dat mensen vaker na een tijdje dan het een beetje saai beginnen te vinden, een beetje gezapig worden met elkaar en dan op een gegeven moment dan loopt het fout, want in het begin heb je, het gaat om die wisselwerking tussen twee ego's. Dus eerst ben je heel erg gek op iemand omdat iemand gek op jou is. Mm. Ja, ik vind jou zo leuk omdat je mij zo leuk vindt. Yeah. Ja, als jij mij niet leuk vindt terwijl ik jou heel erg leuk vind, dan zal dat overgaan. Ik ga niet heel mijn leven lang jou leuk blijven vinden terwijl jij mij niet leuk vindt. Nee. Dus er zit een wisselwerking in. En dan krijg je al vrij snel die angst om elkaar kwijt te raken. Jouw angst om mij te verliezen fungeert als een geruststelling voor mijn angst om jou te verliezen. Als jij maar flink bang bent om mij te verliezen, hoef ik niet zo bang te zijn om jou te verliezen. Snap je? Dus ook hier weer de wisselwerking tussen mijn angst en jouw angst dekken elkaar dus als het ware toe. Ja. En als die angsten onevenredig verschillend zijn, dus stel dat jij veel banger bent om mij kwijt te raken dan ik om jou kwijt te raken, dan gaat het al heel gauw schuren. Dan jij stuurt mij 20 appjes per dag met hoe gaat het met je, hou je nog van me? Ja. Dan krijg ik zoiets van, jemig, wat is dit een onzeker type? Dit gaat misschien niet zo'n goed idee zijn. Maar als je allebei op 20 zit, of allebei op 5, dan heet dat een goede match. Ja. Ja, en dan kun je elkaar dus geruststellen met elkaars verlatingsangst. En dan komt dus geleidelijk aan die symbiotische verstrengeling, dat je gewoon heel veilig en vertrouwd voelt bij elkaar. Dat kan een hele fijne, rustige periode zijn in een relatie. En dan komt op een gegeven moment de vervlakking daarin. En dan zie je zelfs dat partners op een gegeven moment een soort van eerder met hun ruggen tegen elkaar leven dan dat ze nog contact met elkaar hebben. Dus een soort van twee helften van één identiteit gaan vormen. Ik ken mensen die als één van hun mij een mail stuurt, staan altijd beide namen eronder. Truus en Kees staat eronder. Altijd Truus en Kees. Ja. En dan moet ik aan het mailadres zien van wie de mail kwam, van Truus of van Kees. Ja. Dat, hè? Dus één soort zelfbeeld geworden. Dat is wat symbiotische vergroeiing als het ware is. Maar natuurlijk is daar geen liefde meer, want je, bedoel, als iets vergroeid is met jou, je wordt ook niet verliefd op je eigen benen, bij wijze van spreken. Het is een stuk zo eigen geworden. Ja. Ja, dat er een soort van, nou ja, en nogmaals, dat voor sommige mensen is dat een prettige, veilige manier van leven. Die hebben dus alleen maar ellende op het moment dat een van beiden doodgaat, maar heel vaak is het al voor die tijd dat het misloopt. Ja. Vanwege juist dat gemis aan dat hele bruisende, dat gaat op een gegeven moment opspelen. En dan zie je dus dat dan gaat de ene partner
bijvoorbeeld een kleinigheidje doen wat de andere partner niet leuk vindt. Bijvoorbeeld kijken naar iemand anders. Nog niks aan de hand eigenlijk, maar dat schuurt meteen al. En die partner die vindt dan dat de ander daarmee moet ophouden. Want de ander doet iets wat mij pijn doet, dus moet de ander daarmee ophouden. Dat is ego's reflex. Maar de ander, jij moet daarmee ophouden, ervaart dat als een afwijzing. En vindt mij dus op dat moment niet meer leuk, want ik wijs jou af omdat je mij afwijst. En daarover wijs ik jou weer af. Ja, en dat vind jij weer heel... En dus heb je ook hier in de crisissituatie heb je heel snel die wisselwerking van... ik vind jou niet leuk omdat je mij niet leuk vindt... omdat ik jou niet leuk vind. Ja. En jij moet veranderen. Nee, jij moet veranderen. Dat, hè? En dat levert dan vaak een onoplosbare crisis op. En met heel veel pijn gaat zo'n relatie dan stuk. En daarna komen er nieuwe partners... die weer zeg maar, hetzelfde systeem creëren. De wereld waarin we leven biedt nog geen gelijke kansen. Voldoende eten en drinken. Een adequate opleiding. Goede gezondheidszorg. Vrede en geluk is niet voor iedereen weggelegd. Maar stap voor stap wordt het beter. En zijn we op weg naar een utopische samenleving... waarin iedereen zijn of haar leven als goed kan beschouwen. Het is een lange reis, maar we zijn op weg. Podcast of Hope. Moving Towards Happiness.